Vandaag kleurt Italië roze. De renners zijn ongeveer een uur geleden begonnen aan de 100ste Giro d'Italia op het eiland Sardinië. Misschien wel de mooiste koers van het jaar. Ja, het zal ongetwijfeld een fantastische 3 weken worden. Maar het kan ook niet anders dan over dit verjaardagsfeestje dat er een klein beetje een zwarte deken van rouw hangt na het overlijden van Michele Scarponi. De Italiaan die in 2011 de Giro nog won, is dit jaar de grote afwezige. Ja, iemand bij wie dit verlies keihard is aangekomen is Lieve Westra. In zijn tijd bij Astana waren ze niet alleen collega's, maar ook vrienden. En een tijdje geleden lazen we dat Lieve depressief was, gestopt met fietsen. En daarom belden we vanmorgen eerst met de vraag: Lieve, hoe is het met je? Nu is het goed, ja. Nu is het weer goed, dus gelukkig wel. Ik heb echt een hele slechte periode gehad. En wat je zegt, depressief. En ik wist dat voor de tijd niet, maar dat is echt verschrikkelijk. Om het maar lichtelijk uit te drukken, ja. Hoe slecht ging het dan met je? Ja, gewoon dat ik het gewoon echt niet meer zag zitten en alles. Niet dat ik rare dingen in mijn hoofd haalde om iets te doen, maar ja, dat niet was echt levensmoe. Nee, dat niet. Gelukkig niet. Ik heb alles geprobeerd om toch alles weer op de rij, op de rails te krijgen, maar dat lukte me niet. En toen moest ik noodgedwongen toch stoppen. Ja. Hoe ziet het nieuwe leven er eigenlijk uit? Wat doet Lieve Westra op een gemiddelde vrijdag? Nou, op dit moment zit ik in een appartementje op Centerparks. Kijk aan, straks lekker naar een tropisch zwemparadijs, kroketje erin. Inderdaad, ik heb ook altijd op het randje geleefd en dat neemt ook heel veel druk weg. Hè. Ik moest altijd op een kilo's letten en niks te veel, altijd 16, 17 jaar lang op sla leven. Ja, niks meer dan dat. Ja. En dit is wel fijn zo. Vandaag begint de Giro d'Italia, hè? Maar het is toch wel, gevoel hebben wij een beetje, het is toch wel een beetje een Giro-start met een zwart randje. Hè? Maar alles staat ook nog een beetje in het teken van het onlangs verongelukken van Michele Scarponi. Jij noemde Scarponi, jouw ploeggenoot, jouw allerbeste vriend. Hoe zag die vriendschap eruit tussen jullie? Dat begon bij de eerste teambijeenkomst, zeg maar. Dat ik bij de ploeg kwam. Toen kwam ik bij hem op de kamer te liggen. En hij sprak totaal geen Engels, maar het klikte gewoon tussen ons. En vanaf dat moment is het gewoon uitgegroeid tot een goede vriendschap. Ja. Hoe zou je die vriendschap met Scarponi omschrijven? Gewoon een... dat is voor iedereen bekend. Hij is gewoon een hele goede, professionele gast. Veel humor, buiten de koers, in de koers. Maar als het echt moet gebeuren, is hij gewoon heel serieus. En ja, ik kon gewoon heel goed met hem opschieten. Het was gewoon, wij waren gewoon precies op één lijn. Dus ja, dat zie je niet zo vaak. Hoe praten jullie dan met elkaar? Want jij spreekt ook niet echt Italiaans, toch? Nee. In het begin was het gewoon met hand en voet en met Google Translate. Zo deden we dat. Maar na een jaar kon hij toch al redelijk goed Engels al. Dus ja, toen ging het alweer beter. Ja. God, ja, wielrennen. Het mooiste beroep, zeggen sommige mensen. Ja. Maar niet meer voor Lieve Westra? Niet meer voor Lieve Westra, nee. Maar dat zeg ik. Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb alles gezien. De hele wereld. Ik vind het goed zo.